Wij moeten proberen niet onze realiteit op te dringen, maar op een subtiele manier mee naar hun wereld te gaan. Mijn confrontatie met dementie en met Alzheimer concreet is niet in mijn familie, maar bij vrienden en kennissen waar het wel in de familie was, waar ik het dan ook van dichtbij gezien en ervaren heb en zo. Maar dan door die voorstelling te spelen over Alzheimer, hebben ze mij gevraagd om Peter of ambassadeur te worden van de Alzheimer Liga. En dan heb ik dat probleem meer en meer leren kennen en dat is niet agressief, dat sluipt heel langzaam. Bijna letter per letter, woord voor woord, sluipt dat bij iemand binnen. En zonder dat men beseft dat er iets aan het gebeuren is, omarmt hij zich u en neemt u van uw huidige wereld naar een andere wereld. Ik vind dat heel belangrijk dat ook via de vorm van cultuur, met name theater, dat men daar in deze maatschappij zich meer en meer bewust moet van worden. We mogen niet vergeten dat door de steeds vergrijzende bevolking dat we vermoedelijk hoe langer hoe meer met dergelijke problematieken gaan te maken hebben. En volgens mij moeten we daarvoor proberen van forums te vinden om over deze dingen te praten. Niet op een verdoken manier, maar op een open manier om die problematiek duidelijk te maken. En het is niet altijd de zuivere geneeskunde of de wetenschap dat problemen kan oplossen. Veel mensen die rondom de persoon waar het om gaat dagelijks leven, moeten heel veel opvangen, moeten daar leren mee omgaan. En daarvoor is het belangrijk dat die taboekast opengetrokken wordt. Maar ik vind dat theater een heel duidelijke maatschappelijke functie heeft. Omdat materie zoals dementie niet dat is wat men allemaal uit artikels gaat opzoeken en zo, omdat dat veel te droge materie is. Maar als je dat onder de vorm van een verhaal, van een situatie ziet, dat een emotie losmaakt en dat daardoor na de voorstelling er veel meer over gepraat zal worden en over gediscuteerd zal worden. En daarom denk ik dat het heel, heel belangrijk is dat met de regelmaat van de klok dat er in het theater dergelijke stukken naar boven komen om inderdaad die derde emotie buiten een beetje lachen en wat huilen, maar dat er ook nagedacht wordt over een bepaalde problematiek. Als je het natuurlijk alle drie in één voorstelling hebt, dat de mensen wat kunnen lachen, eventueel een traantje laat en dan nog serieus gaan nadenken over het probleem, dan zit je heel goed.